Erik, vertel. Ja, we gaan even door. We hebben net al even gebeld met Paul van Marcus Antonius. Vanwege hun aparte programmering tijdens de Vierdaagse, die er niet is. Maar ze hebben iets heel leuks bedacht. Maar ze zijn niet de enige, want in Café de Regenboog zou normaal gesproken een enorm groot dragshow plaatsvinden. Die kan officieel ook niet doorgaan, maar daar hebben ze ook een alternatief op bedacht. En aan de telefoon hebben we Miss Maggie. Maggie, goedenavond. Hey, goedenavond heren. Hallo. Zeg, vertel eens, even in het kort. Het gaat om House of Tom Tom, zo heet het. Wat is dat precies? Nou, House of Tom Tom is een ontzettend leuke, grote en ondertussen zeer populaire dragshow in Nijmegen. We treden elke maand op, vroeger bij de Tom Tom, nu bij de Regenboog. En met de Vierdaagse hebben we op Roze Woensdag altijd onze hele grote drie uur durende show van 6 tot 9. Maar ja, jullie zeiden het net al, hè, de Vierdaagse gaat niet door, dus we hebben een alternatief. Daar komen we zo even op terug. Wat ik me afvraag, het heette ooit House of Tom Tom, dat heet het nog steeds, vanwege Café Tom Tom. Nu is Tom Tom, dat café is niet meer, daar zit nu de regenboog in. Waarom blijft die naam wel bij de House verbonden? Nou, dat heeft te maken dat House of Tom Tom ondertussen zo bekend en populair is geworden dat we de naam graag wilden behouden. De Tom Tom is weg, dus het is ook niet zo dat de Tom Tom op een andere plek zit. Dus geen concurrentie of dat soort zaken. Ja. En House of Tom Tom zit nu elke maand buiten corona om even in de regenboog. Maar ja, House of Tom Tom is zo bekend in de omgeving en in de rest van Nederland dat we de naam graag wilden behouden. Het is een platform op zich geworden natuurlijk. Ja, dat kun je wel zeggen na bijna 5 jaar. Ja, ja, nou hebben jullie, je vertelde het net al, elk jaar met de Vierdaagse een hele grote dragshow van 3 uur. Hebben het op RN7 ook al regelmatig voorbij zien komen. Dat kan nu niet doorgaan, want het is een evenement en dat mag niet. Maar het gaat toch ergens ook wel weer wel door. Vertel eens. Ja, nou hebben we sowieso met House of Tom Tom de afgelopen maanden hebben we 10 weken lang een talkshow opgenomen, Inside House. He, een online alternatief om in ieder geval toch nog iets van drag te kunnen laten zien en een beetje in contact met de scene te blijven. Ja. En hebben we nu met elkaar afgesproken dat we aanstaande maandag in de regenboog gaan we een speciale editie van de talkshow Inside House opnemen. Die gehost wordt door Maggie met leuke gasten. En vanaf 10 uur is de regenboog open voor iedereen. Vol is vol, wel volgens de coronamaatregelen. En dan gaan we een speciale editie geven van House of Tom Tom, zoals iedereen dat van ons gewend is. En allebei de festiviteiten die maandag plaatsvinden worden opgenomen en zullen woensdagavond tijdens de Roze Woensdag online te zien zijn op Facebook en YouTube, et cetera. Wat kunnen we verwachten in die show? Nou, in de Inside House, de talkshow, kunnen we in ieder geval verwachten dat we met een aantal leuke gasten gaan praten over Roze Woensdag. We gaan terugblikken, we gaan kijken in de toekomst. Wat betekent Roze Woensdag voor iedereen? En daarna de House of Tom Tom Show, dat is wat iedereen van ons gewend is. Met optredens van verschillende drag queens en drag kings die al jaren bij House of Tom Tom zijn. Wordt een beetje een informele talkshow wel, hè? Ja, je kent Maggie een beetje. Dat is altijd informeel. Je weet nooit welke kant het op gaat. Blijft het politiek correct of wordt het politiek incorrect? Een hoop improvisatie. En wat heel erg leuk is, dat woensdag met de Roze Woensdag 22 juli... wordt vanaf 9 uur Inside House online geprogrammeerd. En om 10 uur House of Tom Tom. Maar vanaf 8 uur, dus een uurtje eerder, kun je het live in de voorpremière zien bij de regenboog in de Verwelderenstraat. En er is Maggie ook. Als er een première is, dan is Maggie er natuurlijk. Uiteraard. Kijk, wat goed zeg je. Ja. Ik heb nog één hele gemeene vraag aan je. Dan krijg je ook een gemeen antwoord, schat. Oké. Okay. Wie vind jij nou van House of Tom Tom de beste queen? Ja, nou dat is helemaal niet gemeen. Dat is voor mij heel makkelijk. Dat is Maggie zelf. Goed antwoord. Heel verstandig. Ja. Ik ga niet kiezen tussen mijn kids. Als je me een beetje kent, dan weet je dat. Dus dan kom ik uiteindelijk op mezelf een keertje uit. Dat mag ook toch wel. Zeker. Ja. Natuurlijk. En terecht. Thijs, wil je nog wat zeggen tegen Maggie? Nou ja, ik hou heel veel van je en ik hoop je snel weer te zien. Nou, dat gaat zeker lukken, lieverd. Je weet de weg. Ik weet de weg. En zodra Tessa de reiskoffers weer terug heeft gevonden, komt ze terug. Oh ja, Matthijs mag ook gewoon langskomen hoor. Vind ik net zo gezellig. Oh, gelukkig. Vind het allebei leuk. Nou, weten we dat ook weer gelijk. Maggie, dankjewel hè. Hey, fijne voortzetting van de uitzending. Dankjewel. En hopelijk zien we jullie. Yes, tot snel. Dankjewel. Dag. Doei.
Hoi.